De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, laat zich niet uit het veld slaan door de voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, Wilgo Valies. Terwijl Valies persisteert dat de bonden op 1 oktober in staking gaan, roept de minister ouders op hun kinderen wel naar school te sturen. In een interview met onze nieuwsdienst zegt Ferrier dat ze van de leerkrachten verwacht dat zij zich verantwoordelijk opstellen. En als de Want mensen... we gaan kinderen niet zo teleurstellen de eerste schooldag. We gaan ook niet tegen het huishoudelijk reglement van onderwijs. Die eigenlijk in elk geval de school, de onderwijsgevende verplicht om zich op die eerste schooldag aan te melden. Goed, en u heeft eerder aangekondigd acties te zullen ondernemen tegen de onderwijsgevenden die niet op school verschijnen? We hebben maatregelen genomen, ja, om dat in elk geval te registreren, om dat in de gaten te houden. Ja. Maar dat van no work, no pay, is dat dan ook van toepassing? Het is een hele procedure ambtelijk. Maar, nogmaals, daarom zeg ik, het is een persoonlijke keus. Van, wat ga je doen? Ga je staken? Ga je je achter meneer Valies aansluiten omdat je lid bent van de bond? Of zeg je, ik kies voor mijn beroep. Ik kies voor mijn inzet voor de kinderen, voor het land Suriname. En ik doe mee aan het onderwijsproces en ik ga lesgeven. En daar ben ik op voorbereid. Daar word ik ook voor betaald. We worden niet betaald om te staken, al heb je het recht. Maar kinderen hebben ook recht op het onderwijs. Dat is hun recht. Ja, dus ik hoor u daar het woord gebruiken. Dat de mensen dus het recht hebben en daar komt u dus niet aan. Maar u zegt, hun verantwoordelijkheidsgevoel moet in deze meer gaan spelen. Dat klopt. Het is hun keus. En minister, natuurlijk zijn de mensen over een uitspraak van u gevallen. Heel heisa is daarover gemaakt dat u gezegd zou hebben dat de mensen met een permanente educatie weef kopen. Is dat zo? Laten we zeggen, het was een slip of the tongue. Ik heb me ook mijn verontschuldigingen aangeboden. Dat bakkanatorie. Dus, nogmaals, wat ik bedoelde te zeggen was van, kijk naar je bestedingspatroon. Ja. Ja, dat was het ding. En ik bied ook via jou dan ook mijn verontschuldigingen aan als de mensen daarover vallen. Zijn gevallen, ik neem het terug. Maar het gaat er gewoon om, als er in je geïnvesteerd wordt voor permanente educatie, gebruik die fondsen dan ook. Het is geen beschuldiging, het staat gewoon keihard. Dus nogmaals, ook dat... En als hij zelf aangeeft dat hij het geld ontvangt, en nogmaals, ik heb nooit over miljoenen gesproken, dat hebben de media mensen weer ervan gemaakt. Ja. Maar hij geeft zelf aan dat hij dat geld verdiend heeft, dat hij daar hard voor heeft gewerkt. Nou, dan zijn we daar dankbaar voor dat hij in zoveel commissies heeft gezeten en zoveel overuren heeft gemaakt, dat hij dat bedrag kon opstrijken. Hij heeft misschien ook zelfs gelijk dat als het een buitenlandse consultant was, dat we meer betaald zouden moeten hebben. Nou, dan ga ik nou kijken van als je zo hebt ingezet en als we dat kwijt zijn, wat is de outcome? En wat is de impact van al die inzet? En al, hè, dan gaan we evalueren. Hij heeft het zelf ook niet ontkend. Okay. Maar het is niet, nogmaals, het is de interpretatie die daaraan wordt gegeven. Ik heb niet gezegd dat hij een dief is. Ik heb gezegd, fictieve uren van dat bedrag. En dat staat zo, het staat zelfs in de resolutie. Fictieve uren. Fictieve uren. Ja, dat staat in de resolutie. Maar dat zijn uren dus die niet gemaakt zijn, die zijn fictief. Ja, nogmaals, dus dat bedoel ik, het is goed ingedekt. Oh, hè? Maar ja. Zo staat het keihard. Oh, ja. Okay. De onderwijsgevenden, tenminste vooral die aangesloten bij de bonden, vinden dat u niet van hun houdt. Dat u eigenlijk een houding aanneemt tegen onderwijsgevenden, tegen het onderwijsveld. Ja, nogmaals, ook dat is hun interpretatie. Er zijn ook genoeg onderwijsgevenden die heel anders, die dat heel anders aanvoelen.
En die juist blij zijn met wat we nu aan het doen zijn. Met workshops en met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Die mensen zijn er ook. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze heeft ouders en verzorgers opgeroepen om hun kinderen op 1 oktober wel naar school te sturen. Ook op de studenten doet zij het beroep maandag wel naar school te gaan. Intussen heeft de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname Vals via de president Marcelino Nerkus aangegeven niet mee te zullen doen aan de BVL als acties. De leden van de Vals zullen op 1 oktober normaal lesgeven.